Mijn naam is Nikki en ik ben hier vanuit Circus Engelbrecht. Je ziet hier de buitenste binnentuin, die is aangelegd bij het oncologiecentrum van Vicurie in Venlo. En deze binnentuin zit aan de wachtkamer en is bedoeld om de patiënten een ander alternatief te geven dan alleen maar zitten in de wachtkamer tijdens het wachten op hun gesprekken. En wij zijn vanuit Circus Engelbrecht gevraagd om door middel van kunst een verbindende vorm te vinden tussen het ziekenhuis en de tuin. En op die manier de patiënten juist nog extra de tuin in te krijgen en uiteindelijk het ziekenhuis in. Momenteel ben ik bezig met het maken van een raamschildering. Het wordt een glas in lood en wat er te zien is zijn allemaal uitnodigingen tot het extra beleven van de tuin door middel van het gebruik van je zintuigen zoals luister, kijk, voel, ruik, verbind, ontspan. Om die manier mensen uit te nodigen om nog wat extra de zintuigen open te zetten als je de tuin inloopt. En tegelijkertijd ook een fijne, warme, uitnodige entree te creëren om daadwerkelijk ook die kast van de tuin in te gaan. En we hopen natuurlijk dat er straks met het zonlicht een prachtig kleurenspel ontstaat door alle gekleurde vakken in het glas en loodraam.